Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. In een volgepakt stadion Galgenwaard nam FC Utrecht het zondag op tegen PSV. Een heerlijk affiche met veel belangen voor de beide ploegen. Sowieso een duel waar we op gaan terugblikken in deze uitzending, maar we hebben meer dan dat. Zo brengen we een bezoek aan FC Utrecht onder de 18. Die zijn lekker begonnen aan het seizoen, krijgt dat een mooi vervolg tegen de leeftijdsgenoten van Twente Heracles. Daarnaast gaan we voorbeschouwen op het duel van aankomende vrijdag, want dan gaat Utrecht op bezoek bij Sparta Rotterdam. En we bespreken uiteraard ook het nieuws van eerder deze week, de rentree van Zakaria Labiat bij FC Utrecht. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV, waarin we vandaag een gast aan het desk verwelkomen. Een voormalig speler van zowel Sparta Rotterdam als FC Utrecht. Hij is ook een oud international. Weet hoe het is om te spelen in de Premier League? Ik heb het over Dwight Tindalli, voormalig rechtsback van FC Utrecht. Dwight, om daarmee te beginnen, hoe gaat het met je? Dankjewel. Ja, gaat goed. Ja? Ja, ik mag niet klagen. Ik ben gezond, dus dat is het belangrijkste. Familie maakt het goed, iedereen doet het goed, dus prima. Ja, in 2018 ben jij gestopt als profvoetballer. Hoe doe je dat zo ineens? Nou ja, ik ondervond geen plezier meer in het voetbal. En op een gegeven moment, als je geen plezier meer hebt in iets wat je leuk vindt, ja, dan moet je ermee stoppen. Althans, zo denk ik erover. Ja. En hoe is het om hier in de Galgenwaard te zijn? Waar het toch voor jou ooit begon? Ja, het begon hier mooi. Mooi om hier terug te zijn. Ik heb hier veel herinneringen, mooie herinneringen. Ik ben gedebuteerd hier in het profvoetbal. Dus ja, het is altijd mooi om hier terug te zijn, denk ik. Ja. En wat is de rol die voetbal nog in jouw leven speelt vandaag de dag? Ik coach jeugdspelers eigenlijk van BVO. Dus ik ben met hun ben ik bezig. Jongens eigenlijk van BVO's en voornamelijk jeugdspelers die eigenlijk ook de stap naar het professionele voetbal wil maken. En ik heb die bewandeld. Dus daarin stuur ik ze en help ik ze heel veel eigenlijk. Ja, en je voetbalt ook zelf nog bij AFC, het vierde elftal. Ja, vierde elftal. Dat is heel leuk. Zondag met het vriendenteam. Alex speelt er ook in. Ja, Alexander Prent. Alexander Prent. Ja. Dus dat is heel leuk. Zo blijf je een beetje fit en in bewegingen. Ja, ik zag die namen. Boularus onder andere ook. Ja. Jij in het centrum, geen tegendoelpunten dus? Nou ja, tegendoelpunten hebben wel. Ik ben natuurlijk niet meer zo fit als toen ik 19 was. Maar we staan bovenaan, dus dat is mooi. We spelen ook, Kelvin Jonge Pin speelt er ook. Is ook een oud voetballer geweest, Zuiverloon. Dus we hebben wel heel veel bekende namen eigenlijk. En ik denk dat de tegenstander wel kijkt van het wordt een moeilijk dagje vandaag. We praten zo uitgebreid met jou verder over jouw tijd bij de FC. Maar eerst naar de wedstrijd van afgelopen zondag. Utrecht dat hier in de Galgenwaard bezoek kreeg van PSV en revanche was toch wel het woord dat centraal stond voor de beide ploegen. PSV van die midweekse nederlaag op bezoek bij Sevilla, in Europees verband dus. Utrecht dat natuurlijk een week geleden onderuit ging bij Vitesse. PSV in de jacht op de derde positie van de Eredivisie, Utrecht natuurlijk de zesde plek. Met Mikael Silberbauer. Sanjan is terug. Centraal achterin naast Van der Hoorn. Dat gaat ten koste van Kluivert. Brouwer speelt in plaats van de geschorste Toornstra. Jensen speelt in plaats van de geblesseerde Bosdokan. En voorin Boels, Doevikas en Boussaïd. Boussaïd! Oh! Yeah, of course. It was great. And I'm happy for him. Bakayoko, dit moet hem zijn. Dit is hem ook. Ik denk dat moment dat we in de laatste 30 meter nog efficiënter moeten zijn. Schot van Boef. En dan de rebound bijna voor Van der Marel. Het schot Bakayoko. En dan is het De Jong. Het is een goal. Ja, het is toch de 2-1 voor Luc De Jong. I said immediately that to the players that came around the sideline that we should go for the 2-2. I thought it was there. Boussaïd, Doufikas terugleggen, dat is prima. Van de Streek kan die uithalen. Ja, het is er weer gelijk. Het is 2-2. Drie kansen voor PSV die ze gewoon makkelijk kunnen maken. Dus mocht zeker blij zijn met een punt. But of course, as the game went on, it was fight to get a result. Voor de kopbal Til en dit is spectaculair en de redding van Barkas. Hij pakt ze wel elke keer. Dus ik ben blij dat we zo iemand hebben in de ploeg. Het eindigt hier tussen Utrecht en PSV in 2-2. Nee, tegen Sparta is opnieuw een hele belangrijke, opnieuw weer een belangrijke wedstrijd. Ga ervoor. Ja, zeker 100%. Een gelijkspel in stadion Galgenwaard en de hoogtepunten van de middag zonder twijfel de goal van Otman Boussaïd, de rentree van Bart Ramselaar en sowieso de algehele sfeer in het stadion. Is een klein ding waar jij met extra veel interesse naar hebt gekeken, die goal van een oud teamgenoot van je, Luc De Jong? Ja, Luc, bij Twente meegespeeld. Fantastische jongen, goede jongen.
kan niet anders zeggen eigenlijk, dat het een goede en leuke jongen is. Ja, is het voor jou enerzijds ook wel een beetje apart om bepaalde jongens waar je mee hebt samengespeeld nog te zien spelen terwijl je zelf al gestopt bent? Ja, ja, soms heb ik dat gevoel wel, dat je denkt van oh, die spelen nog steeds. Ik ben daar eenmaal gestopt en ik vind het ook leuk om jongens te zien waarmee ik gevoetbald heb, dat ze nog steeds actief zijn en het goed doen. Dus ja, dat vind ik ook wel mooi, zeg maar. Toen jij nog hartstikke jong was, in je tienerjaren zat, koos je doelbewust voor FC Utrecht, begin van deze eeuw. Hoe vanzelfsprekend was het, gezien jouw talent, dat je wel zou doorbreken bij FC Utrecht? Nou, ik denk dat niks zelfsprekend is. Zeker niet in de voetballerij. Het is een keiharde wereld en niks is vanzelfsprekend. Je moet ervoor werken. Jong FC Utrecht en daar had ik een mindset van ja, ik ga het eerste halen. Ik weet niet waarom, maar bij mij was het al zeker in mijn hoofd. En ja, het gebeurde heel snel. Voetbal gaf me een kans. Ja, toen werd ik overgegeven aan de A-selectie en ja, toen begon het eigenlijk allemaal. Ja, en we hebben een mooi hoogtepunt voor jou meegenomen. Dat is je eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Gaan we naar kijken. Ja. Ben ik benieuwd hoe mooi je hem vindt. RBC uit. Ja, mooi is hij niet volgens mij. Frommel, een beetje frommel goal als ik het goed kan zien. Ja. Maar ja, ja ik kan het me niet helemaal herinneren, maar als ik hem nu zie zo, dan komen er wel weer dingen naar boven. We hebben ook een andere goal voor je meegenomen. Ja, we hadden het net al over Joost Broersen. Ja. Ja, die was mooier. Ja, deze was mooi. Deze is mooier dan de eerste die we net zagen. Nee, deze is mooi. Ja, Joost legt hem goed voor en ja, knikt hem binnen. Ja. Mooie goal. Als we het over het meest memorabele of dubbele momenten hebben, dan hebben we de wedstrijd tegen Ajax natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik kan niet anders zeggen. Thuis winnen van Ajax. Je scoort een doelpunt, een mooi doelpunt. Maar goed, ja, dan de dag daarna. Dus als ik aan deze wedstrijd denk, denk ik ook gewoon aan David eigenlijk. Ja. Zo zie ik het. Je scoort wel, je wint wel, maar ja, het heeft eigenlijk geen waarde meer, vind ik. Ja, het was natuurlijk een verschrikkelijk moment. Het grootste litteken uit heel de clubgeschiedenis uiteraard. Hoe heeft jou dat uiteindelijk gevormd in de rest van je loopbaan? Nou ja, dat je eigenlijk moet genieten van de momenten die je hebt. Het klinkt heel cliché natuurlijk. Iedereen, er zijn veel mensen die dat natuurlijk roepen als iemand overlijdt. Of elke dag die je opstaat is speciaal en daar moet je van kunnen genieten. En eigenlijk dat heb ik proberen mee te nemen vanaf dat moment eigenlijk. En dat gaat de ene keer gaat het goed, mm-hmm. En de andere keer natuurlijk minder. Maar dat is wel eigenlijk hoe ik het leven zie en eigenlijk zou moeten zien, denk ik. Ja. We praten zo met jou verder, maar gaan eerst naar jeugdvoetbal en wel FC Utrecht onder de 18. Die zijn heerlijk begonnen aan de voorjaarscompetitie. 7 punten uit de eerste 3 duels. Onlangs werd bijvoorbeeld nog gewonnen van Feyenoord onder de 18. En afgelopen zaterdag kregen de mannen van Kevin van Veen bezoek van Twente Heracles onder de 18. Als er opnieuw wordt gewonnen, dan nestelen de talenten uit de Domstad zich nog steviger in de top van de competitie. Twente Heracles speelde al 4 keer, won een keer, speelde een keer gelijk en verloor er 2. En komt hier op achterstand door een rare kopbal van Jesse van der Haar. De aanvoerder van FC Utrecht onder 18 hier kaatst. Een goede kaats en een goed schot van Mees Akkerman. 2-0, dat is in de pas 10 minuten gespeeld. En dan lijkt FC Utrecht over de Oosterlingen heen te gaan walsen. Maar niets is minder waar. Twente gaat in de aanval. Lucas Vennig, Goor of Hesselink, waar kennen we die naam toch van? Legt de bal met het hoofd klaar en Diego van Oorschot maakt na een half uur spelen de 2-1. Dat is ook de ruststand in de tweede helft. Opnieuw de bezoekers. Een ongelukkig moment van Joël Guillard, de verdediger van FC Utrecht. En dan is het gelijk door Jort Ribbers. Groot verval bij de ploeg van Kevin van Veen. Die zich daarna wel herpakt. De kans is hier voor Sil van de Wegen. En dan is Stijn Bultman de ongelukkige. De redding is nog wel van doelman Muller. Maar Bultman krijgt de bal tegen zijn voeten. Kan nergens meer heen. Utrecht weer op voorsprong. 3-2. En Utrecht krijgt dan ook een strafschop. En dan kan het 4-2 gaan worden. Na de overtreding in de 16 van de Haar. Prima redding van Xander Muller. Een gemiste penalty is eigenlijk altijd slecht ingeschoten. Maar het kan zat slechter dan deze. Het blijft 3-2. Utrecht met de hoekschop en Ribbink. Hij maakte de 2-2 en hij maakte ook de 4-2. Maar dat is wel een heel ongelukkig eigen doelpunt. Het zit FC Utrecht niet tegen in de wedstrijd tegen Twente Heracles. Het kan ook nog 5-2 worden. Maar de pegel van invaller Elias Bardi treft de lat en de doellijn. En dus blijft het 4-2 na een goede start en een goed slot. Ja, zeker. 2-0 ook binnen 20 minuten, denk ik.
Dus ja, zo hoort het hier thuis. Nou, de tweede helft dan door twee prachtige goals van Silva van der Wegen. Winnen jullie hem? Ja, volgens mij waren het eigen goals. Maar ja, ik heb het nog nooit gezien. Maar hoe die corner erin valt. Maar ja, ik ben hem dankbaar, laat ik het zo zeggen. Het ziet er allemaal een beetje knullig uit en om dat eigen doelpunt te zijn. Maar we komen natuurlijk wel in de situatie dat we daar goals kunnen maken. Dus het is ook weer niet helemaal toevallig. Ja, natuurlijk de manier waarop ze uiteindelijk de goal ingaan wel. Ik vind het ook meer dan terecht dat wij gewonnen hebben. Maar goed, door het scorenverloop is het toch nog even spannend geweest. Ja, een prima middag uiteindelijk voor Jesse van der Haren. Dus een overwinning voor FC Utrecht onder de 18. En dat vind je zonder twijfel wel leuk om te zien, want vader Hans, daar heb jij nog mee gespeeld. Ja, zeker. Zeker. Een geweldige man. Ik kan me herinneren, was altijd in voor een grapje. Ja, goede spits ook. Ja. Dus ja, alleen maar positieve en mooie ervaringen mee gehad. Ja, als we het nou hebben over die jongens in de eindfase van de academie van FC Utrecht. Ja. Wat voor tips zou je die jonge gasten mee willen geven? Nou ja, voornamelijk het mentale en hun omgevingsfactoren, zeg maar. De omgeving waarin ze zich bevinden. Dus eigenlijk een tip is, zorg dat je omgeving goed is, dat je de juiste mensen aan je bindt. Maar zorg ook dat je je mentaal goed voorbereidt op wat er komen gaat. Want ja, het is een keiharde wereld. Ja, en eerder deze week is bekend geworden dat Zakaria Labiat terug is op het oude nest, getekend bij FC Utrecht. Aanvulling? Ja, ik denk het wel. Vooral met zijn ervaring natuurlijk. En ik denk dat zijn periode voor Ajax speelde hij hier ook. Deed hij het ook goed onder Ten Hag. Het is een Utrechtse jongen, dus dat helpt ook mee natuurlijk. Dus ja, ik denk dat het een goede aanwinst is. Al moet hij dat natuurlijk ook wel laten zien natuurlijk. Uiteindelijk gaat het daarom. Labiat in goede doen zal normaliter een toevoeging zijn voor FC Utrecht. Zullen we het dan hebben over de wedstrijd van aankomende vrijdag? Sparta tegen Utrecht? Ja, leuk. Ja. Mooi affiche. Ja, want als je naar dat affiche kijkt, dan zie je bijvoorbeeld de Guzman tegenover Toornstra. Ja. Dat zijn gasten waarmee jij nog hebt gespeeld in het Nederlandse elftal. Ja. Is dat geinig om te zien? Ja, zeker. Vooral ja, de Guzman heb ik ook heel goed contact mee. Regelmatig. Dus dat is mooi. En wat je zegt, Toornstra heb ik ook wel meegemaakt bij Nederlandse elftal dan. Dus dat is wel mooi om dan die jongens tegen elkaar te zien spelen, zeg maar. Er zit druk op, er moet gewonnen worden. Maar ja, benader die wedstrijd gewoon zoals je hem altijd benadert. En geen gekke dingen doen of dingen anders doen. Dan denk ik dat het goed zal komen. Ja, gewoon dezelfde power leveren als tegen PSV? Ja, zeker. Minimaal, denk ik. En dan komt het wel goed. Ze hebben ook een stijgende lijn te pakken. Dus zolang ze dat vasthouden en doorzetten, ja, dan zie ik dat wel positief tegemoet. Ja, wij hebben het er nu over, maar we gaan toch echt even naar het topsportcentrum in Overvecht, waar FC Utrecht zich deze week voorbereidt op die clash van aankomende vrijdag. We gaan voorbeschouwen op dat duel. Traditionele club in de Eredivisie, heel veel historie. Een mooi stadion, vind ik. Ik heb daar een paar keer gespeeld. Maar ja, we moeten gewoon voor de 3 punten gaan. Ze staan boven ons. En ja, met uitsupporters denk ik wel. Dus ja, dat hebben we wel nodig. Laatste wedstrijd tegen Vitesse hebben we ze gemist. Dus ja, dat wordt heel mooi met uitsupporters. So I don't think we deserve the 7th place. We have to go much better. So we have to improve the next games. Vasily Barkas is het hele seizoen al de onbetwiste nummer 1 onder de lat bij FC Utrecht. En de keeper merkt dat zijn relatie met de fans steeds beter wordt. I really feel the support in my face. I feel like it makes me feel like home here. And I really want to give everything for this club. And yeah, I'm really happy. Terug de gevarenzone in, De Jong voor de kopbal. Til, en dit is spectaculair. En de redding van Barkas is prima. The relationship that I have with my teammates, that is really good now. And yeah, in some moments it helped us a lot in the game. De fans waren bezig met zingen en dat soort dingen de hele wedstrijd door. En je merkt het ook gewoon in de kleedkamer voor de wedstrijd, iets meer spanning dan normaal, zeg maar. Het was een mooie wedstrijd met veel energie. Jensen speelt in plaats van de geblesseerde Bosdogan. Ik ben super blij hier. Dit is nog steeds mijn tweede week, denk ik, of derde week. Ja. Dus ik heb al heel veel dingen meegemaakt, vind ik. Maar ja, ik ben nog steeds nieuw. Ik moet nog steeds de relaties met de andere spelers goed maken. Maar dat komt goed. Ik heb geen haast. En we moeten gewoon van wedstrijd tot wedstrijd ons best doen. Wat kan jij speltechnisch gezien toevoegen aan dit FC Utrecht? Ja, de vul was een beetje moeilijk zondag, maar ik wil heel graag met de bal naar voren spelen, creatief zijn.
helpen in de opbouw. En vanaf fase 1 tot fase 3 de bal van verdediging naar aanvallen spelen. En ik hoop ook om mee in de 16 te komen om doelpunten te maken en assist te maken. En ja, ik kan op 6, op 8 en op 10 spelen en als buitenspeler. Dus ik kan heel veel verschillende posities spelen. En dat geeft heel veel verschillende opties. Ja, Utrecht op bezoek bij Sparta Rotterdam. De wedstrijd die aankomende vrijdag om 8 uur begint en in zijn geheel te zien is via ESPN. Ga jij er wel ook kijken, Dwight? Ja, zeker. Ik ga kijken. Ja. Zeker. Ja. En wat wordt het wedstrijdbeeld? Denk jij vooraf? Ik denk dat het gelijk op zal gaan. Ik verwacht dat Utrecht wel gaat winnen. En dat zeg ik niet omdat ik hier nu sta. Maar het is wel echt mijn verwachting, denk ik. Maar het zal wel lastig worden. Ja. Dat wel, denk ik. Zien we jou trouwens ook wel eens op de tribune hier in het stadion gehoord? Ja, zeker. Ik ben, tegen AZ was ik hier. Was ik samen met Michel Forum was ik, heb ik de wedstrijd bekeken. Dus zo nu en dan ben ik er wel. Je weet je weg te vinden naar jouw oude clubpie. Ja, zeker. Zeker. Hartstikke leuk. Mag ik je onwijs bedanken voor je komst? Top, dankjewel. En tot zover FC Utrecht TV van deze week. Volgende week zijn we bij je terug. Dan gaan we hopelijk maximaal nagenieten van de kwartfinale van de Toto KNVB-beker. De streekderby tussen FC Utrecht en Spakenburg wordt zonder twijfel een hele mooie avond. En uiteraard gaan we ook toeleven naar de wedstrijd van vrijdag. Ja, wedstrijden volgen zich in rap tempo op. Want dan krijgt Utrecht bezoek van Fortuna Sittard. Dank voor het kijken en heel graag tot dan!